ik moest even naar de andere kant zo. Nou, Remmer. Zo, wit kalk. En dan gaan we weer even in. Zo. Hoeveel liter mag je even hebben? 6 liter water en 1 liter kalk. Hoeveel kilometers kun je even maken? Nou, kilometers. Hebben we het ermee voor in je veld. Dus. Dit moet elke week. Hè? Ja. En dan moet schoonmaken worden. Onderhoort van de velden, netten. Dat is eigenlijk een functie die er net in het heeft. Ja. Volgens mij. Ja. Zo dat dat van mij. Al dat advies op achtergrond. Oh. Ja. Adviseursfunctie. Ja. Ja. Adviseursfunctie. Nou, hij broert er best wat boekje dan toch? Van de club. Ja. Oh, de clubleider. Nou ja. Clubleider, dat ook wel trouwens. Ja. Voor de rest helemaal niks. Geen verplichtingen. Oh. Is nog wat, als het nog zo is, ik wil na even graag vrij. Dan, dan best wel stand-by in principe. Waar gaan we nou heen? Naar de slangen daar. Moest je hem sproeien? Ja, zeker. Wanneer werd ze droog? Juli. Juli, augustus zeker. Ja. Ja, we gaan hem staan letten, want zo'n na een week is het weer droog en dan mogen we misschien weer sproeien. Dus. Haal ik die even los. Ja. En hoe doordat ik al als kocht kwam, nee? Dit doen we al een heel schoft, ja. Ja, 15-20 jaar was denk ik. Dat is de bedoeling ook oktober, november op hoor. Dus. Dan zien we het oors? Nee. Nee? Nee. Toe zitten? Nee, dat ik niet. Hier bij het voetbal zien. Oh, zien? Ja. Publiek? Ja, nou. En dan bloedt altijd wel wat werk hier, dus. Als ze een man zit ermee in, dan kan je altijd hem helpen. Hè. Dus, we hebben nog een paar jongens die willen het proberen. Dus, dan kan ik maar in gerust hard huiskiet nemen. Hé, hey, tja, Remmen, daar lijkt nou een bal. Oh, daar. Ja. Dan kan je wat droog zitten, dat treft. Nou. Wat moet er nou gebeuren, Remmen? Oh ja, de hoekvlagen eigenlijk. De hoekvlagen even. Ik denk, als Remmer jong op de bank zit, maar jullie dat is zo, nou, die drokte, dat hier van mij net hoek. Nee. Maar eigenlijk tekent dat ik die karakter. Rustig, ja, ja. Betrouwbaar en bescheiden op achtergrond. Namens het bestuur van de voetbalvereniging Heeg, moeten wij dit in eerste instantie aanbieden. En komt vers, dan worden ze nog een afscheidsreceptie. Maar nou in ieder geval, ja, nou meer. Dat die al nadere keer krijg je dan zou ik zeggen. Alsjeblieft, geniet ervan van jullie. Okay. En nou, hartstikke bedankt weer. Ja. Oké. Okay. Bedankt. Graag niet. Je net hoeden. Nee, wat met. We zijn hier bij de ingang van de Eco-kathedraal in Meldam. En de Eco wil zeggen dat planten en bloemen alle ruimte krijgen om vrij te groeien. Maar niet alleen planten en dieren, maar ook mensen krijgen hier alle kans om te doen wat ze willen. En dat in feite is dat dus bouwen. We zijn hier de poort aan het maken, hè? De Porta Celi. En ik zal je even vertellen waar die namen van. Ja? Waar ik kom. Pas in! Ik hield vroeger in Amsterdam les aan squaldirecteuren. En een van die directeuren bracht zijn mem in Brabant naar een verpleeghuis daar. En dat jette Porta Celi, de hemelpoort. Hier de pastoor betocht. Omdat die toch die mensen die zitten toch allemaal in een poort. In het graf. Dus, wij hebben Porta Celi nom, omdat hier een prachtig trokkijkje is naar een zinnige tuin van Leroy.
Dit is bedacht door Leroy, tekenleraar aan de Rijks HBS in Heerenveen. Vanaf 1949, dus dat is wel even geleden. En hij is toen op een gegeven moment op het idee gekomen dus om hier een stuk land aan te kopen. Heeft alles met rust gelaten, maar op een gegeven moment wou hij dus wat meer variatie in het geheel brengen. Ook mensen mochten hun gang gaan, dus als je zin hebt in bouwen, nou, dan bouw je. Dus toen is hij zelf begonnen in de jaren 80 met het bouwen van torens. Ik zoek geen cement. Nee, het wordt allemaal gestapeld. En waarom doe je hem dit? Ja. Ja. Ik ken ze uit ideële motieven. Dat is ik een beetje samen, maar ik omdat we het leuk vinden. Nou, hier moeten we maar even klimmen. Niet uitglijden, oppassen. Ik kan nou zien dat van je fouten moet je leren. Hè? Zie je dus dat hier deze muur helemaal weggedrukt wordt? Kun je het zien? Hij gaat helemaal zo. Hè? Dus dit heb je verkeerd gebouwd? Dit hebben we verkeerd gebouwd. Kijk, dat alles weer overwoekert, dat kun je hier heel mooi zien. Hè? Dit. Toen wij 2 jaar geleden hier aan het bouwen waren, liepen wij hier regelmatig dus doorheen. Zo. Ja? Maar op een gegeven moment is die toren klaar. En dan gaan wij ergens anders naartoe. Nou, je ziet meteen, de natuur neemt het meteen over. Ja? En dan zeggen wij, prima, dat mag. Ja, hier. Hop. Oh, kom hier, alle tien te moors. Die hier om 8 uur. Johan die met de eerste kranten leest, die komt hem niet zien. En dan gaan we aan het werk. Jel wel koffie, dan zal ik hem één ding aan letten. Als je hem nou even op Berend inzoomen, die jouwt altijd signaal om koffie. Toe is Berend. Tjo. Koffie. En dan hebben we koffie. Hij woont in Langweer. En Langweerders zijn...